Oké, snel instappen. Dit ding vertrekt zo. Huppakee. En we zijn binnen. Zo dan, en dan gaan we nu een lekker ritje naar Brussel maken. Kijk mee. Ik weet niet of het iets typisch Belgisch is, maar ook in deze trein, zowel tweede als eerste klas, er zit echt geen ene hond in deze trein. Je gaat me toch niet zeggen dat de trein aan het uitsterven is in België? Zou toch jammer zijn? We trekken echt heel langzaam op. Ik weet ook niet wat daar de reden voor is. Ah, kijk, nu komt er weer ietsje meer tempo, hè? Misschien stonden we even voor een rood sein. Belangrijkste is, we zijn onderweg. Leuk aan dit soort Belgische treintjes. Oh, moet ik die andere natuurlijk ook. De raampjes kunnen nog open. Alleen bij deze kun je helaas niet dan met je camera erbij hangen. Maar ja, is misschien ook wel veiliger. Oh ja, en we staan weer stil ineens. Maar ja, tot nu toe gaat het nog altijd sneller dan onze hoge snelheidsspoorlijn, zoals jullie kunnen zien. Ha, lol, ik kom er net achter dat ik niet eens in de eerste klas zit met mijn eerste klas ticket. Cheers! Best wel grappig, de eerste klas zit voller dan de tweede klas. De logica daarvan ontgaat mij, maar goed. Wel waarschijnlijk dat sissende geluid op de achtergrond, dat is de airconditioning. Maakt een heel raar sissend geluid, nog niet eerder gehoord in een trein. Zo, nu komt de vaart er een beetje in. En we zijn vertrokken vanuit Mechelen. Zometeen over een minuutje of 25 zijn we op onze eindbestemming. Brussel, zuid joh. Wat gaat de tijd toch snel als je plezier hebt. En natuurlijk een standaard onderdeel van mijn vlog zijn de toiletvlogs, waar ik nu in sta. Maar dit toilet is me toch een partijtje krap, joh. Ik kan nou eens omkeren hier. Zo, en dan zijn we gearriveerd in Brussel. Waar we nu staan, dat is het eerste tussenstop bij Brussel. Brussel Noord stoppen we nog op Brussel Centraal en dan de eindbestemming Brussel Zuid. En we zijn weer bovengronds, dat betekent dat we zo aan gaan komen op Brussel Midi of Brussel Zuid. C'est Bruxelles! Ik dacht leuk, ik ga hier even mijn outro doen, maar nu is het opeens keihard aan het regenen. Dus ik ga weer even terug naar de overkapping. Dan nog even de eindconclusie over de M5-rijtuigen. De M5-rijtuigen vielen me toch een partij tegen. Nou, hadden jullie waarschijnlijk niet verwacht van mij, hè? Normaal gesproken hou ik heel erg van al dat oude materieel wat al heel veel tientallen jaren oud is. Maar dit zat niet comfortabel. Er hing constant een sis. Het schommelde en wiebelde heel erg. Was niet een hele fijne ervaring. Er zat ook rare mensen zaten er in die trein. Maar ja, dat schijnt typisch Antwerpen Brussel te zijn. I don't know. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie snel weer. Doei!